Donderdagmorgen werden de plannen gepresenteerd voor de bouw van een toren bij de Sint-Martinuskerk in Sneek. Pastoor van Ulde is wat je noemt een bouwpastoor. Hij vindt dat Sneek zo'n landmark mist. De commissie die de Sneeker Stadstoren heeft voorbereid, presenteerde donderdag haar plan. Sneek is onzichtbaar en het moet anders. Wij vinden wel als commissie realisatie stadstoren. En dan praat je niet over een kerktoren, maar een stadstoren. Als je Sneek nu nadert van alle vier invalswegen of vanaf de Rijksweg zichtbaar langs Sneek heen rijdt, dan zie je Sneek eigenlijk helemaal niet liggen. En dat vinden wij persoonlijk jammer. Je moet het beeld natuurlijk proberen te veranderen, dat ook Sneek eens een keer weer op de kaart wordt gezet. En zelfs ook zichtbaar wordt vanaf het water. En ook een heel belangrijk gegeven. Hè. Als oriëntatiepunt, er is een toren, dat is de toren van Sneek. Waar je ook komt, ik wandel ook veel in de provincie. In verschillende, en je ziet overal torens, kerktorens. En je zegt, oh, dat is Wieuwert, dat is de Bolsward. Daar heb je torens en dat zijn herkenningspunten. In Sneek heb je dat niet. Sneek moet weer zichtbaar worden. Ja, moet weer zichtbaar worden. Ja. Dat is de stad lang geweest. Tot eind jaren 80, toen kon je hem zien oprijzen. Ook stond de toren verder. Je had de watertoren, maar de Martini-kerk en zo. Zelfs de waterpoort zag je echt nog wel boven dat weidse groene landschap opstijgen. Maar de laatste 15 jaar is er uiteraard, het is een dynamische stad met allerlei bebouwing daarbuitenom, maar ook veel groen, waar iedereen blij mee is, is de hele binnenstad zoek geraakt. En toen hebben we dus gedacht, er zijn een aantal plekken in de stad waarvan de geschiedenis zegt en waarvoor ook ontwerpen bestaan om daar een verticaal element aan te brengen. En een van die plekken ligt hier voor de kerk. Men noemt het altijd een kerkplein. Al 140 jaar, dan ga je zoiets zo noemen. Maar eigenlijk is het een bouwterrein waarop nog steeds invulling gezet mag worden. En dat is dan deze toren. De toren van Kuipers was verschrikkelijk mooi, maar was verschrikkelijk duur. En bovendien was het een ontwerp uit 1868. Het is nu 2010, dus je mag ook gerust een nieuwe bouwlijn inzetten. Te meer omdat het nu een aansluitende toren is aan de houten bruggen van Sneek en het nieuwe theater. De stad blijft gewoon zoals ze is, zoals ze was, maar er komt iets nieuws bij. Toren voor de hele stad? Ja, ja. Het model bestaat uit een spits, vanuit de grond, vanaf de grond, helemaal naar boven. Hoe hoog wordt die? Hij wordt 72 meter hoog. En als je nu kijkt vanaf dit plein, dan neemt eigenlijk de voet van de vier steun, zeg maar, waar de toren, die nemen in totaal 4 vierkante meter grondoppervlakte in beslag. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alles nog kunt doen en blijven doen zoals ook voorheen ook het plein, zeg maar, wordt gebouwd. En daar neem je ook een aantal belangrijke bezwaren weg die voor 10 jaar terug werden geopperd. Van ja, we kunnen nu niet meer met onze trouwauto's of rouwauto's op het plein komen om daar activiteit te ontplooien. En er is geen ruimte voor fietsen enzovoort. Dat blijft allemaal overeind. Je kunt gewoon onder de toren doorlopen en je kunt aan alle kanten om de toren heen. En dat is heel erg belangrijk. Wanneer moet het klaar zijn? Ja, dat hangt af van de draagkracht. En men is vaak gewend de draagkracht te meten in stemmen, in referenda. Wij willen de draagkracht meten in bijdragen. Dus er zit al een hele bijdrage in van de commissie die dit allemaal heeft gedaan. Maar wanneer iedereen zou zeggen die toren moet komen, maar er komt niks binnen, dan zeggen wij dat is dus nee. Want de Nederlandse geloofsbelijdenis bestaat uit euro's, hè? Dat is bekend. Ja. Als nou iedereen roept, wij zijn tegen die toren, maar intussen komt er heel wat binnen, dan moet er blijkbaar dus iets leven van, hij moet wel komen. Wanneer moet het klaar zijn? Wij hopen dat wij, nou, dit jaar zouden kunnen starten, maar dan gaat het wel echt snel. Maar dat zou kunnen. De bouw is, als het sein wordt gegeven, we kunnen starten. Dan kan die toren, de bouw zelf, vanaf de staalconstructie, die staat maar 3 weken.